En ook die invoer van krachtvoer dat gaat gepaard met een enorme uh, inzet van fossiele brandstof. En dat maakt ons landbouwsysteem in Nederland vooral niet duurzamer. D66 als partij groot voorstander van de stikstofplannen was vandaag op bezoek bij een boer in de Achthoek. Politici Chid de Groot en Jan Paternotte kregen te zien hoe een andere manier van boeren het stikstofprobleem kan oplossen. kunstmest, aangekocht krachtvoer en chemicaliën. Die drie zaken gebruikt melkveehouder John Arink uit Lievelde niet. Volgens hem scheelt dat enorm in de uitstoot van stikstof. Als je het landbouwsysteem goed doorziet, dan kun je dus zien dat we enorm afhankelijk zijn van de input van fossiele brandstof. Kunstmest is in feite fossiele brandstof. En ook die invoer van krachtvoer, dat gaat gepaard met een enorme inzet van fossiele brandstof. En dat maakt ons landbouwsysteem in Nederland vooral niet duurzamer. Hij voert zijn koeien van eigen land. Door het telen van gewas kan hij dus minder dieren op zijn land houden. Als die mest van die koe dan ook nog eens minder stikstof bevat... dan kun je wel eh, op je klompen aanvoelen dat die stikstofuitstoot van een dergelijk bedrijf als dit... dat die eh, ja, niet meer tot problemen leidt, laten we het zo maar omschrijven. Dat past in het straatje van Tjer te Groot. Het kan dus wel en dat is een positieve boodschap. Maar het bezoek ligt ook wat gevoelig... omdat de groot initiatiefnemer was van de halvering van de veestapel. Hij ziet, net als Arink, deze manier van boeren als dé oplossing. Als je je juist wil inzetten voor, voor de boeren en de families en de familiebedrijven, ja, moet je zorgen dat die schaalvergroting en die intensivering wordt omgezet in gewoon een, een bedrijf in evenwicht met de omgeving. Prachtig producten, heerlijke melk, eerlijk kalfsvlees en een mooi inkomen. En het kan wel samen gaan. Volgens Arink is zijn werkwijze voorgelegd aan bemiddelaar Johan Remkes om te bekijken of dit een haalbare oplossing blijkt voor Nederland.